We gaan het vandaag hebben over de nieuwe training bij Vijfhart, communicatieve vaardigheden voor agile medewerkers. En ik ben als trainer van agile methodieken, zoals Scrum en agile projectmanagement, erg blij dat we ook aandacht gaan besteden aan de mindset en de communicatieve vaardigheden van de medewerkers. Want ja, agile is meer dan een methode alleen. En het doet zeker ook een enorm beroep op de vaardigheden van de medewerkers in een agile team. Dat stukje autonomie en zelfsturing, dat vraagt nogal wat van de medewerker. Ja, dat klopt. Kan je er wat meer over vertellen voor wie de training precies bedoeld is? Ja, de training is bedoeld voor mensen die werken in een agile omgeving en in een agile team. En ook voor mensen die dat nog niet doen, maar die wel van plan zijn om in een agile team te gaan werken of een organisatie agile te maken. Dus beide groepen zijn van harte welkom in de training. Oké. En het is ook mogelijk om bij organisaties een in-company training te geven hierover, denk ik. Hè? Ja, we bieden het een open rooster aan. Dus dan zijn er meerdere mensen van verschillende organisaties. Mm-hmm. Maar we komen ook naar bij de organisaties zelf en dan maken we echt een maatwerkprogramma. Ja, klopt. Oké, kan je iets meer vertellen over de opzet en over de onderwerpen? Ja, nou, de training duurt zoals we dat nu open rooster hebben gedaan, 2 dagen. Mm-hmm. En wat we graag willen is dat we de training toespitsen op de concrete situaties van de deelnemers zelf. Dus dat ze zelf de uitdagingen die zij tegenkomen in hun team, in hun organisatie, dat we daarmee aan de slag gaan. Eigenlijk op basis van de agile gedachte zoveel mogelijk waarde leveren voor onze klanten. Ja, dat is wat we willen in de training. En daar zijn eigenlijk ook de werkvormen die we toepassen, zijn daarop gericht. Mm-hmm. En uiteraard is er een soort framework. Dus we hebben een aantal onderwerpen waarvan wij denken van die zijn heel essentieel om daar aandacht aan te besteden. Te beginnen bij de onderlinge communicatie en de persoonlijke effectiviteit. Wat in de agile omgeving heel erg belangrijk is. Dus we gaan beginnen met kijken naar jezelf. Wat zijn je eigen voorkeuren? Wat vind jij prettig in de communicatie en in de samenwerking? En hoe is dat voor anderen? En als je dat weet, waar je zelf de voorkeur voor hebt, en als je weet hoe je met anderen samenwerkt, dan helpt dat om effectief met een team samen te werken. Dus die onderlinge verschillen, daar gaan we aandacht aan besteden. Mm-hmm. Dus communicatievaardigheden, we gaan ook kijken van hoe ga je nou om met verschillende belangen in zo'n team en in zo'n omgeving. Want die zijn er natuurlijk altijd. Die zijn er altijd, ja. Dus daar besteden we aandacht aan. Maar ook van hoe ga je om met weerstand? Als het even niet lekker loopt in het team, hoe ga je om met conflicten? Dat is ook een onderdeel wat besproken gaat worden. En verandering, hè? Want het is een nieuwe aanpak, nieuwe werkwijze. Ja. En dat zal ongetwijfeld ook weerstand opleveren. Dat zou kunnen, ja. En hoe ga je om met fouten? Want fouten maken mag. Soms zeggen mensen graag zelfs. Ja. En als we er maar zelf en met elkaar van leren, dat is heel belangrijk om die openheid, die transparantie te hebben. En als er maar voldoende veiligheid is, hè? Als mensen zich veilig voelen, dan durven ze ook fouten te maken. Ja, en wat doe je als er minder veiligheid is in het team? Dat is ook wel eens goed om daar aandacht aan te besteden. Wat zijn dan elementen die je kunt doen waardoor je met een team gaat bouwen aan meer openheid, transparantie en veiligheid? Dus die onderlinge communicatie, die interactie is heel erg belangrijk. Mm-hmm. Daarnaast klantgericht werken is een onderdeel wat aan bod gaat komen. Ja. Dus het samenwerken met de klant, maar ook zorgen dat de tevredenheid van de klant is de hoogste prioriteit. Dus hoe waarborgen we dat? Hoe doen we dat met elkaar als team? Heel goed. Ja. Nou, omgaan met verandering, het is eigenlijk al wat je zei. Dat is een element. Maar ook een stukje time management. Ja. Vanuit de gedachte van eenvoud. Om te kijken van plan wat nodig is. Dus wat plan je dan wel, wat niet. Ja, focus houden van wat is belangrijk. Durven kiezen. Ook als team samen durven kiezen. Prioriteren. En daarbij ook het proces bewaken. Dat zijn onderwerpen die ook aan bod komen. Ja. Ja. Goed. Leuk. Ja, mensen worden ook uitgenodigd om te reflecteren op hun eigen gedrag. Dus zowel het feedback geven aan elkaar, maar ook reflecteren op eigen gedrag. Ja. En ook experimenteren met nieuw gedrag zal ook een onderdeel zijn van de training. Ja, blijft altijd wel een belangrijk onderwerp, hè? Zeker. Feedback geven. En ook als ik naar mezelf kijk, ook best een lastig onderwerp. Ja, er is ook moed voor nodig om dat te durven doen, hè? Om iemand anders iets terug te geven. Maar zo waardevol als je dat kunt met elkaar. Ja. Om steeds te vernieuwen, te verbeteren en dat proces eigenlijk te optimaliseren. Mm-hmm. Ja. Mooi. Ja.
Leuk. Ja, heel erg leuk. Ja, nu we er zo over praten. Ik krijg er zin in. Ja, ik ook. Mocht je zelf ook enthousiast zijn geworden, kijk dan op de website van Vijfhart, www.vijfhart.nl. En ga naar het gedeelte communicatieve vaardigheden voor agile medewerkers. En we zien je graag terug op een van onze trainingen. Leuk je dat te zien.